Politie zoekt beelden van een auto waarin vermiste broertjes mogelijk zaten. En tientallen koeien omgekomen bij stalbrand in Woudenberg. Goedemiddag. De politie gaat langs alle wegen tussen Rhenen en Doorn op zoek naar camera's die mogelijk de auto hebben gefilmd van de vader van de vermiste broertjes Ruben en Julian. De auto van vader Jeroen Denis reed dinsdagnacht rond 14:15 op de Rijnbrug bij Rhenen. Korte tijd later pleegde Denis in Doorn zelfmoord. De politie heeft particulieren en bedrijven langs de provinciale weg N225 gevraagd hun bewakingsbeelden beschikbaar te stellen. Zo hopen ze te ontdekken of de broertjes dinsdagochtend nog bij hun vader in de auto zaten. Er hebben verschillende mensen gereageerd en hebben nu een aantal tapes waarop beeld staat. En dat ziet er op zich wel interessant uit. Wij zijn nu bezig om te kijken of we dat beeld zo scherp kunnen krijgen dat we ook daadwerkelijk het een en ander kunnen onderscheiden. Ja, die beelden moeten dus eerst bewerkt worden voor er details op te zien zijn. In de bossen bij het Doornse Gat is gisteravond een spontane zoekactie gehouden door mensen die meeleven met de vermiste broertjes. Die willen vanmiddag opnieuw gaan zoeken. Verslaggever Rob van Dijk volgt het op de voet. Rob, goedemiddag. Waar ben je op dit moment? Ik ben nu op de parkeerplaats bij het Doornse Gat. Dat is eigenlijk de plek waar je begint op het moment dat je hier een mooie wandeltocht door de bossen zou gaan maken. Op welke plaatsen willen ze nou vanmiddag gaan zoeken? Ja, in principe willen ze het zoekgebied, de vrijwilligers dan, gaan uitbreiden van Rhenen tot aan Doorn. Omdat de auto inderdaad dus is gezien en misschien waren de twee zoontjes nog aan boord. Dus ze willen op verschillende plekken gaan zoeken. Gisteravond is er door tientallen mensen gezocht die zich aangemeld hadden. Zijn er nu al mensen die zich gemeld hebben? Jazeker, want ik sta nu eigenlijk gewoon op de parkeerplaats en er komen mensen spontaan aanrijden. En als je dan met ze spreekt van wat kom je doen, we willen helpen zoeken. We vinden dit zo'n verschrikkelijk verhaal, dus daarom zijn we hier. Dus jazeker, ook vandaag is er zeker animo voor. Nou, ik begrijp dat zich inmiddels ook al paragnosten met deze vermissingszaak bemoeien. Ja, dat is naar aanleiding van een bericht ook dat wij op de redactie kregen dat er in een bepaalde hoek gezocht zou moeten worden. Dat is in het gebied Zonheuvel. Dat ligt een beetje ten noordwesten van het Doornse Gat. En er kwam net weer een paragnost aanrijden die mij vervolgens vertelde. Ik had al zo het gevoel dat het in die hoek moest zijn. Dat wordt nu alleen maar bevestigd. Ik wacht nergens meer op. Ik heb mijn wandelschoenen aangedaan. Ik ga daar nu naartoe. Rob van Dijk, dankjewel. Veel particuliere initiatieven in ieder geval. En de vorderingen van Rob zijn vanmiddag ook te horen op Radio M Utrecht. Gisteravond werd er dus ook al gezocht door vrijwilligers. Na een oproep op Facebook zochten zo'n 60 mensen uit de regio naar Ruben en Julian. Ze hebben het idee dat de politie en de militairen woensdagavond misschien een deel van het gebied hebben overgeslagen. De betrokkenheid in de omgeving is groot en voor veel mensen reden om zelf te gaan zoeken. De politie noemt het initiatief sympathiek, maar zette de zoekactie gisteravond stop toen het donker werd. Vanmiddag dus een nieuwe zoekactie. Als dat iets oplevert, ziet u dat direct op onze website. In Woudenberg zijn tientallen koeien om het leven gekomen door een felle brand in hun stal. De rookwolken waren gisteravond in de wijde omtrek te zien. De brandweer had het vuur snel onder controle, maar kreeg niet alle dieren op tijd uit de schuur. Eerst werd gezegd dat er alleen maar wat koeien gewond waren geraakt, maar later bleek dat er toch veel dieren zijn omgekomen. Verwoest is een grote schuur waar 50 koeien in stonden. Een schuur van 35 bij 35 vierkante meter. Het gaat wel om tientallen. Eigenlijk het grootste gedeelte van de koeien heeft de brand niet overleefd. Een aantal van de gewonde koeien was er zo slecht aan toe dat de dierenarts ze uit hun lijden moest verlossen. In de Eem in Amersfoort is een dode man gevonden. Zijn identiteit is nog niet bekend, maar mogelijk gaat het om de vermiste Jeffrey Fluit. De Amersfoorter verdween op Koninginnedag. Kledingstukken met zijn identiteitskaart en telefoon lagen toen langs de oever. Een eerdere zoekactie van de politie leverde niets op. Het lichaam is gevonden door voorbijgangers in een haventje aan de Nijverheidsweg. Een inwoner van de Utrechtse wijk Kanaaleiland is bij een brand gewond geraakt aan haar handen. De vrouw wilde een brandje in de keuken zelf blussen, maar dat lukte niet. De brandweer rukte met meerdere wagens uit om de korte, maar erg felle brand te blussen. De vrouw is naar het ziekenhuis gebracht. Voetbalclub Spakenburg vecht morgen voor zijn laatste kans om in de topklasse te blijven. Met alleen nog de wedstrijd tegen Kozakken Boys is de 13e plaats nu het hoogst haalbare voor de Blauwe. Die plaats geeft recht op het spelen van degradatiewedstrijden. De nummers 14 en 15 degraderen naar de hoofdklasse. Spakenburg staat nu samen met Jodan Boys en Genemuiden onderaan. Een spannende dag voor FC Utrecht trainer Jan Wouters. Hij hoort vanmiddag of hij coach van het jaar is.
Vanmiddag wordt de Rinus Michels Award uitgereikt in het stadion van PEC Zwolle. Wouters is een van de 5 genomineerde trainers. De andere 4 zijn Frank de Boer van Ajax, Ronald Koeman van Feyenoord, Fred Rutte van Vitesse en Art Langeler van PEC Zwolle. Nou, voetbalvereniging De Meren wacht de awarduitreiking in spanning af. Die club hoort vanmiddag of het misschien wel de beste jeugdopleiding van alle Nederlandse amateurs heeft. Veel mensen genieten op dit moment van vrije dagen, van de vele evenementen in de regio. Ze gaan bijvoorbeeld lekker naar de camping. Mooi weer, een grasveldje met speeltuin en dieren in de buurt. Meer hebben deze mensen niet nodig. Nee, we hoeven geen luxe. Boerencamping is prima. Grotere campings hebben we ook wel opgestaan. Dan heb je grote toiletgebouwen met heel veel marmer en glitter en glamour, om het zo maar te benoemen. En hier heb je dat wat minder, maar het is ook schoon. En je kan hier ook douchen, je kan ook naar het toilet en je kan ook je afwas doen. Dus het maakt niet zoveel uit. Boerencamping Groene Harts in De Hoef bij Mijdrecht staat op deze prachtige hemelvaartsdag dan ook helemaal vol. Ja, eigenlijk de hele week al, vanaf vorige week. Het is de meivakantie begonnen natuurlijk. Ja, dat loopt tot aan Pinksteren sowieso door, hè. De boerencamping is populair. Sommige gasten komen er al jaren. Het is onze derde keer dat we hier komen. De kleinschaligheid, de gastvrijheid. Je zit buiten. En mijn man houdt veel van vissen, dus die kan vissen. Dus, Dat is ideaal. We kunnen lekker fietsen, lekker lopen. Mijdrecht is vlakbij waar we geregeld heen gaan. Dus heerlijk. En de campinggasten komen uit alle windstreken. Uit Gouda. Wij komen uit Lidham. Wij komen uit Hoofddorp. Zelfs uit Denemarken en Westküste. We willen graag die tulipanen zien enzovoort. Ik geloof dat is typisch voor Holland. Ontspannen, van alles wat, jong, oud en nee, gewoon gezellig. Ja, lekker buiten, lekker weer, dus hoop niet te veel buien. Maar dat kan de camping-eigenaar niet garanderen. De omgeving blijft in ieder geval mooi. Ja, het is dus de vraag of ze dit weekend ook nog zo kunnen genieten. Er valt vanmiddag nog een enkele bui, maar er is ook af en toe zon. De temperatuur schommelt tussen de 15 en 17 graden. Vanavond en vannacht is het droog, maar de rest van het weekend, ja, helaas toch koel en wisselvallig. Tot zover deze uitzending. Om 5 uur zijn we terug met de uitgebreide U Vandaag. En daarin heel veel meer over de 2 vermiste broertjes uit Zeist. Maar via onze website en Radio M Utrecht houden we natuurlijk de hele dag daarvan op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Fijne dag nog.